zoontje van haar man. Zegt hij, blijf je maar thuis, want daar begrijp je niet veel van. Om 12 uur precies ben ik weer thuis. Op donderdag vervloekt ze ieder huwelijksjaar. Vol onbegrip verwijten en vervreemding van elkaar. Op donderdag dan laat hij haar alleen. Donderdag om 9 uur, dan is ze vrij. Dan staat ze voor de deur, ze heeft zich mooi gemaakt voor mij. En kust me zoals zij alleen dat kan. Ze laat haar mantel vallen als de nacht de dag. Op donderdag, dan is ze een paar uren lang mijn vrouw. En denkt geen ogenblik meer aan haar man. Op donderdag dan wordt het wonder weer beleefd. Van ware liefde die ze thuis nog nooit gevonden heeft. Op donderdag dan is zij pas zichzelf. Voor haar is donderdag de beste medicijn. Want dan kan ze voor een paar uren weer gelukkig zijn. Tot zij naar huis gaat om 1 uur of 11.